Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen opgenomen op maandag 23 december. Er trekken wolkenvelden over het land, maar er zijn ook opklaringen en dat betekent dat we vandaag ook af en toe de zon zien. Wel valt er hier en daar een bui. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 7 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanmiddag overwegend droog weer met wolkenvelden en zon, maar lokaal ook nog wel een bui. De temperatuur loopt nog wat verder op. Het wordt zo'n 8 tot 9 graden en de wind die blijft uit het westen waaien. Ook vanavond nog hetzelfde weerbeeld, hoewel de buiigheid geleidelijk aan gaat afnemen. Het blijft bijzonder zacht dankzij de bewolking. De temperatuur die daalt nauwelijks 6 of 7 graden wordt het. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen en morgen overdag hebben we een grijze en regenachtige dag. Smiddags dus wordt het zo'n 6 graden in het noorden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot een graad of 10. Verder waait er een matige zuidwestenwind. Tijdens de kerstdagen is het licht wisselvallig weer, vooral eerste kerstdag kunnen er een paar buien vallen. Tweede kerstdag blijft het op de meeste plaatsen droog, pas in de avond gaat het dan regenen. Het blijft zacht met temperaturen tussen de 6 en de 8 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza, nog een fijne dag.